Ik heb Parkinson sinds 2009. Het is een behoorlijk lange tijd. Het heeft zich in het begin geuit doordat hij moeilijk kon praten, steeds zachter ging praten en steeds meer ging stotteren, zeg maar. Dus het gebrek aan communicatie, ja, dat is wel heel naar om dat te ervaren. Zeker omdat Ruud heel erg sociaal is. Lopen kost heel erg veel moeite. Nou, tot nu toe liep Ruud altijd met een sleepremrollator van U-Motion. Dat was een geweldige oplossing voor een paar jaar. Ja. Maar we zien eigenlijk door de progressiviteit van de ziekte dat die steeds veel gevaarlijker wordt. Ruud valt ook echt heel veel. Dus we zijn naarstig op zoek naar, om dat te beperken. En we zien bij de Lea dat er meer gemonitord wordt. Er wordt op het goede moment ingegrepen. En daardoor behoudt hij zijn zelfstandigheid. Eigenlijk kan hij dus niet meer veilig lopen met zijn andere rollator. Die fase zijn we nu gepasseerd. Dus we zijn eigenlijk op zoek naar iets waardoor die... Want hij, hij wil heel graag dingen zelfstandig doen wat we heel goed kunnen begrijpen. Ja. En de Lea zou daar in ieder geval een verbetering in zijn. Ja. En je kan ermee dansen. Ja, fijn. Welkom in Amsterdam. Was op de plaats. Lea kan voor mij betekenen dat ik niet meer zoveel zal vallen, omdat de snelheid heel erg beperkt is en hij vrij zwaar is, waardoor ik hem niet kan omduwen. Ja, het ziet er een stuk beter uit. Met de gewone rollator moet ik er echt bij in de buurt blijven. En hier kun je hem gewoon loslaten en succes, doe je wandeling. Ja. Dus dat voelt wel fijn. Ja. Veiliger. Zeker veiliger, ja. Ja.